Jullie zijn onlangs helder geworden. Jullie zetten in op kwaliteitsonderwijs en andere Global Goal doelstellingen. Maar wat doen jullie nou precies? Nou, wat we doen is binnen de vaklessen niet alleen het betreffende vak aanbieden. Dus bijvoorbeeld niet alleen bij wiskunde bezig zijn met wiskundevraagstukken. Maar om juist ook brug te slaan naar andere vakken. Dus bijvoorbeeld een link te maken met bewegingsonderwijs. Zo zie je dat we bijvoorbeeld in de gymzaal, zoals gymnastiek en rekenen met elkaar koppelen, beide vakken eigenlijk aantrekkelijker te maken. En op bewegende manier aan leren toe te komen. Dat is waar we heel erg op inzetten. Los van dat hebben wij ook een samenwerking binnen Europa met een aantal scholen uit Europese landen. Waarin we eigenlijk wat wij hier doen, ook daar willen gaan doen en ook willen leren van die buitenlandse scholen. Van hoe doen ze het daar? Hoe geven ze daar leeftijd aan plekken in hun school? En we merken nu al, ondanks dat het corona is en elkaar niet kunnen treffen, dat dat elkaar versterkt. Kun je mij ook vertellen hoe jij op dit idee bent gekomen? Nou, het is ontstaan vanuit onze visie. De visie van Impuls die is ook gebaseerd op een visie op leefstijl. Leefstijl is enorm belangrijk in onze school. Daar investeren we in, maar niet alleen voor leerlingen, ook voor teamleden. Leefstijl is dus ook vaak een onderwerp van gesprek. Gesprek wat we met de leerlingen voeren, maar ook onderling voeren. Onze leidinggevende bijvoorbeeld. Het project Leefstijl, waar ik veel voor mag doen, zet zich dus ook in om kinderen, maar dus ook teamleden, goed in contact te laten komen met zichzelf. Omdat we dat toch echt wel zien als een basis voor, ja, voor de rest. Zodat je goed kan functioneren, niet alleen in je les, maar ook daarbuiten. Dus ook thuis, sportvereniging of op je muziekclub, wat je ook allemaal maar doet. En wat kunnen mensen of bedrijven vandaag al doen om bij te dragen aan dit doel? Nou, wat ze kunnen doen en wat we ook al doen, maar wat nog wel meer zou mogen en kunnen, is echt bedrijven en initiatieven, zeg maar, koppelen aan onze school. Wat we nu bijvoorbeeld doen is een samenwerking met de streekboer. De streekboer levert fruit aan onze school. En de kinderen en alle mensen die hier werken, die kunnen dan dat fruit hier opeten. Of verwerken in smoothies, fruithapjes, alles wat er maar mogelijk is. Maar zo zijn we nog wel op zoek naar meer initiatieven die passen bij het bijdragen aan een gezonde, actieve leefstijl voor iedereen die hier mag bewegen.